Maar vooral, Julie, je hebt even nageteld hoeveel vuilniszakken gebruik jij per jaar, denk je? Ik gebruik er toch eentje om de twee weken. Dus 40? Ja, om de twee weken, 52 weken, zo'n 25, kleine 30 waarschijnlijk. Sorry. Ja, maar het is ook niet altijd om de twee weken. Soms is het wel eens elke week. Ja, oh. Ja. Maar bon, stel je voor, gezin met drie kinderen, papa, mama, en dan toch nog maar aan de tweede vuilniszak van het jaar zitten. Anne Drake doet het. Ze heeft daar een boek over geschreven, Ecologie op hoge hakken. Een boek dat je dit weekend kan winnen trouwens in onze vlog. Goedemorgen, Anne. Goedemorgen, Peter en Julie. Hallo. Echt nog maar de tweede vuilniszak? Ja, inderdaad. En wat komt er dan in? Ik kan dan zo eens kijken naar mijn vuilbak van oh my god, dat is voor mij toch nog altijd heel veel. En dan zie ik chipsakjes. Dat is zo'n zwakke plek voor ons. En dan, sinds we vegetariër zijn geworden, zitten daar wel die schaaltjes in van de vleesvervangers. Ah, dat soort dingen. Zoals seitan gehakt en zo. Dat heb je wel, ja. Vroeger ging ik dan met mijn eigen bakjes naar de slager. En nu, ja, nu hebben we, hè. Nu kan ik niet meer naar de slager. En dan is dat er wel voor in de plaats gekomen. Maar al de rest is uit de vuilniszak. Dat is waanzin. Mensen snappen niet hoe je doet, natuurlijk. Ik kan het in het boek lezen. Maar hoe doe je dat bijvoorbeeld met je voeding? Want alles zit toch in pakjes? Zeg het zelf, vleesvervangers bijvoorbeeld zitten in pakjes. Wat doe je met de rest dan? Ja, dus de supermarkt probeer ik als laatste halte te houden als ik ga shoppen. Hmm. En ja, ik moest een systeem bedenken, want ik stond vroeger alle dagen of om de andere dag bij de supermarkt van wat gaan we eten. En ik dacht, ja, dat moet toch anders om die afval te vermijden. Dus ik maak nu een weekplanning. Oké. Dus ik zeg bijvoorbeeld maandag spaghetti, dinsdag rijst en zo. Mm-hmm. En dan aan de hand van die planning maak ik een boodschappenlijst. En dan ga ik gewoon één keer per week mijn tour doen. Ja. Bij de kleinhandelaren met mijn eigen verpakkingen. En daar zien ze me graag komen, want die weten direct, dat is een vaste klant. Hè. Ja, ja, op die manier. Ja. Ja. Je hebt ook drie kinderen, hè? Ja. Hoe doen die dat dan op school? Dat was toen ook, hè, toen ik dan besefte dat die plastics lekken op onze voeding en onze drankje. Dan zei ik, ja, die goedkope gratis drinkbussen die we zo hier en daar hebben gekregen, die gaan de deur uit. Mm-hmm. En er komen van die milieuvriendelijke aluminium drinkbussen in de plaats. En ook de boterhammendozen, dat zijn nu ook van die aluminium. Ja, want het maffen is, je hebt het beslist, je hebt zelf in de verpakkingsindustrie gewerkt, dus je weet wat een miserie dat daar is. Wanneer beslis je dat om het anders te doen, Anne? Ja, dus ik was eigenlijk niet zo milieubewust bezig. Ik leefde mijn leventje. Mm-hmm. En buiten, braaf, mijn eigen afval sorteren deed ik eigenlijk niet. En ja, een containerpark, daar was ik nog nooit geweest. En dat wou ik ook vooral zo houden. Mm-hmm. En op een dag zag ik toevallig een documentaire, Plastic Planet. En ik dacht eerst van, het gaat over onze business. Dat kan interessant worden. En dan ging het eigenlijk over het goede ook wel dat die industrie heeft betekend, maar ook wel het slechte. En dat intussen, die plastics, die zitten gewoon in ons lichaam. Overal, ja. Ja. Ja, maf, hè. En Drake bij ons heeft een boek, Ecologie op hoge hakken, om veel bewuster en milieuvriendelijker te leven. Mocht je vragen hebben voor Anne, dan kun je het gewoon even doorsturen via de app of via de sms trouwens. Ik las in je boek dat je veel zelf maakt. Zeep. Ja. Zeep bijvoorbeeld. Dat lijkt me zo moeilijk. Die drempel is toch zo hoog? Allee, is het dan zo simpel om dat te maken? Het is niet dat ik zelf zeep maak. Dat zou kunnen, maar dat vind ik dan voor mezelf te tijdrovend. Maar ik maak wel zelf wasmiddel. Ah, ja. Dus dan is mijn basis een blok Marseillezeep. En dan rasp je dat. Of je kan dat al geraspt kopen, hè, Marseillezeepvlokken. En dan kook je dat met 5 liter water. Dus 80 gram Marseillezeep, 5 liter water. En dan heb je gewoon 5 liter vloeibaar wasmiddel. En dat kost dan 0,004 eurocent per wasbeurt. Oh my god, ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk. En geen verpakking natuurlijk. Ja. En geen verpakking. Maar kan je dat met alles? Wat ik nog... Want mensen vragen dat inderdaad van... koop jij dan niks meer? Ik koop wel nog make-up. Mm-hmm. Van... merken die een ecologisch certificaat hebben. Dat is een Ecocer of BHID. Mm-hmm. Dat zijn meestal Duitse of Italiaanse merken. En zonnecrème, dat koop ik ook nog. Dat wel nog, En ik las ook wc-papier.
Dat vroeg ik me nu af. Ja. Hoe doe je dat dan? Nee, dat koop ik nog wel. Er zijn zero wasters die ik volg en die, ja, die, maken, die stikken dan doekjes. My god. Lapjes en dat gaat dan naast het toilet in een emmertje. Maar ik heb zoiets van, dat is geen ecologie op hoge hakken. Ah ja, ja, maar als je gebruikt wc-papier. Ja, ja, ja. Okay. Ja, maar als je dan zero waster bent, je hebt dan een pitatje gegeten nacht ervoor. Nee, dat is... Ola, la, la, la. Maar straks dan hoor je hoe we tandpasta kunnen maken. Echt waar, zelfs dat moet je niet meer kopen. Hij kan dus per jaar rondkomen met twee vuilniszakken voor een heel gezin. Je moet je wel even organiseren om een paar dingen zelf te maken. En veel bewuster gaan leven. Bij ons aan het ontbijt, Anne Drake, heeft een boek Ecologie op hoge hakken. Een boek dat je dit weekend kan winnen in onze vlog. Ja, Anne, je bent wel met de auto gekomen. Ja. Ja, ik zei nog tegen Lode, kunnen we dan niet met de trein gaan? Maar hij heeft hierna nog een afspraak. Ja, vandaar, die manier. Dus helaas. Nu, er zijn mensen die het ook doen, hoor. David Manhaven uit Waregem, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Peter. Zeg, jij gebruikt ook maar 2-3 vuilzakken per jaar. Hoe doe jij dat? Ja, dat zal zoiets zijn. Ik sorteer enorm veel. Ik ga 2 maal per week naar het containerpark. Dus ik heb boxen voor papier, voor karton, voor PMD, voor vlootjes, voor de kunststofverpakkingen. Verlies ik daar tijd mee? Nee, nee. Onmiddellijk als ik iets genuttigd heb, wordt dat gesorteerd. Ja. Op de woensdag rij ik binnen en de vrijdag en de zaterdag rij ik op zaterdag rij ik binnen in het containerpark. En ik ga ik bewuster gaan leven? Nee. Gaan we niet meer van het leven? Ja. Dus, ja. We zijn blij dat je zelf je vragen stelt en beantwoord. Dankjewel, David. Superhandig. Maar kijk, ja, mensen zijn er wel bewuster mee bezig natuurlijk. Hoeveel bespaar je per jaar, Anne? Ik heb dat gemerkt na 4 maanden dat we zo die switch hebben gemaakt. En ik ben ook zo rond 1 januari 2014 begonnen. Dus dat was gemakkelijk. En ja, na 4 maanden begon ik het te merken van die huishoudrekening, dat is precies een spaarpotje aan het worden. Mm-hmm. En dan hield ik het in de gaten en na 12 maanden hebben we €5.000 bespaard. Wat? Is netjes, gek. Ja. Maar dat spreekt tot de verbeelding als je dan geld kan besparen natuurlijk. Ja. €5.000. Zeg, wat is nu zo de ultieme tip voor mensen die nu aan het luisteren zijn en zeggen van ik wil dat ook graag beginnen doen, wat is de ultieme tip? Ja. Is de vraag financieel of naar broeikasgassen en vervuiling toe? Ja, als het gaat over het milieu, de broeikasgassen verminderen, dan zou je eigenlijk drastisch minder vlees moeten gaan eten. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. En als het dan gaat van de ultieme tip om geld uit te sparen, dan denk ik toch dat het wasmiddel is. Omdat dat iets is dat we bijna dagelijks doen wassen. En dat product kan je ook gebruiken om je stenen vloer, keramische of natuursteen te poetsen. Je kan eigenlijk heel veel zelf maken. Dat is het maffe. Je hebt hier alle spullen meegebracht om tandpasta te maken. Kid you not, tandpasta. Het recept kan je ook vinden in je boek. Vertel eens, wat heb ik in mijn potje gedaan nu, Anne? 30 gram kokosvet of kokosolie, maar kokosvet. Niet gesmolten. Ja, ja. Gewoon nog de solide vorm. Mm-hmm. Dan 15 gram natriumbicarbonaat. En dat zit in de meeste courante tandpasta's. Dus in het Engels is dat sodium bicarbonate. Ja. Je moet er maar eens op letten op je tube tandpasta. Dat zal daarin zitten. Kan je gewoon kopen in de winkel ook, hè? Ja. Ja. En dan 15 druppels stevia, vloeibare stevia liefst. En dat is eigenlijk om de zoute smaak van de natriumbicarbonaat te neutraliseren. Oké. Okay. En dan etherische olie van munt om je mond te ontsmetten. En omdat we toch graag die associatie hebben met een muntsmaakje. Intussen even het papje gemaakt ook. En het ruikt als tandpasta effectief, actually. Ja, ja, ik zit nog wat achter. Ik heb net even gemengd. Ja, het ziet er ook heel tandpasta uit. Wat is het grote verschil met gewone tandpasta dan? Gewone tandpasta, daar zit sodium, laureaat, sulfaat in. En dat laatste woordje zegt dan niet veel goed, sulfaat. Nee. En dat is eigenlijk een schuimmiddel. En dat is gelinkt aan borstkanker en van alle... Ja, want vooral dat schuimen is niet nodig. Dat is het maffe eraan, zeg. Ja, dus we hebben echt zo'n associatie gekregen van als iets schuimt, dan zal het zeker goed werken en proper maken. Maar die sodium laureaat sulfaat, daar kan je zelfs afjes van krijgen. Als je daar gevoelig aan bent. En ik wil dat opeten. Het is niet schadelijk of zo. Hè? Nee, absoluut niet. Nee, die gaan oplepen uiteraard. Nee. Nu, het is wel straf. Mis je niks? Want je hebt heel veel veranderd. Nee, ik mis niets. Enkel zo
bij de mode. Ik heb ook graag mooie kleren aan. Dat vind ik echt wel een struggle. Dat is echt nog zo uitzoeken. Dat is niet zo courant verkrijgbaar. Dat is niet evident. Ja, in de krant stond vanmorgen ook over internet shoppen, dat dat ook heel slecht is voor het milieu en zo. Want mensen moeten dat komen leveren bij jou thuis. Dat is wel de toekomst natuurlijk. Hè? Ja, maar zie je de toekomst dan goed op vlak van milieu? Ik durf wel te geloven dat binnen 10 jaar die pakketjes via een drone worden geleverd. Ah ja. Ah ja, dat heb je dan ook weer. Ja, ja kijk, het kan over nagedacht worden. Nu, er komt nog een vraagje. Was die Marseille zeep ook witter dan wit en zonder kleurverlies? Ik moet eerlijk toegeven dat uw witte was vergrauwd een klein beetje. Maar hoe komt dat? Omdat in de producten die witter wassen dan wit, zit een optisch bleekmiddel. En eigenlijk vormt dat een laagje wit rond uw vezels. Dus het is niet properder, het ziet er witter uit. Ja, maar je hebt wel biologische bleekmiddelen die je in de biowinkel kan kopen. Kijk zeg, het boek is uit Ecologie op hoge hakken, Andrake. Probeer het misschien zelf ook eens. Check vooral de vlog dit weekend, kan je het boek ook gewoon winnen. Nog een reactie van iemand, als je natuurlijk niet werkt, heb je daar inderdaad tijd genoeg voor. Dat is een belangrijke reactie natuurlijk. Tijd, kost het veel tijd allemaal? Ja, tijd is heel relatief. Als mensen aan mij zeggen van, ja, maar daar heb ik geen tijd voor, dan vraag ik, ja, hoeveel tijd besteed je aan sociale media per dag? Kijk, ja. En op een kwartier kan je minstens 4 of 5 recepten uit mijn boek maken. Ik heb hier al tandpasta gemaakt. Komt helemaal goed. Op hoeveel minuten, Peter? Een minuut of een minuut? 2 minuten, effectief. Ja, voilà. Kijk wel. Dankjewel, Anne. M&M.